ongekend, hè, wat jij hier neerzet. De Club FM vanuit Noordwijk aan Zee. Ja. 42, twee amateur, hè. Mexico. Ik zal het meteen even naar je toe sturen, vrienden. Oké, ja, ook dat ben ik eventjes... Ik ben er naar jou toe sturen. Bijzonder vanavond, de zender De Slinger. De attentie, de zender Slinger vanuit Lopikerwaard. Een bijzonder vanavond, dit is even aan de band. De zender Blacklight uit Heel Overdaan. En ik heb jou hier uitstekend ontvangen, dus... Daar hoef ik ook geen woord van te missen. En ik moet eerst eens even heel rap, jongens, wat data vrijmaken, want... Zo, dat is één. Even wat ruimte vrijmaken, jongens, want het staat echt hier helemaal. Als er wel leuke condities komen vanavond, dan past het er niet meer op, hè. Ook in Akersloot ben je uitstekend ontvangen, Bart, hè, daar. Dus je was daar 100% op de Yamaha TX-540 daar. Dat was een 6 elements Joop antenne daar, helemaal vrij in het weiland daar. Dus dat ging uitstekend daar ook. Attentie De Slinger, zeker de zender De Slinger vanuit Lopikerwaard. Bijzonder goede avond. Dit is nogmaals vanuit Heilo, de zender Blacklight. En ik heb jou uitstekend ontvangen hier in de locatie Heilo. Het is hier 42 dB aan afstemming. Dankjewel voor het compliment van de microfoon. Hè. De microfoon aan deze kant is een Divine. En dat is het type nummer. Een BM500. Hè. Dus de microfoon is een Divine BM500. Dat is allemaal niet zo spannend. Hè. €139 bij de bekende shop in Amsterdam. Dus. De zender De Slinger vanuit Lopikerwaard. Dit is de zender Blacklight uit Heel Overdaan voor jou. Ik heb een opnametje gemaakt. Ondertussen hier ook wat dingen veranderd. Dat zoals je al begrepen hebt, heb ik hier nu een 8 elements lang jong. 8 elements lang jager eventjes. Die staat op 19 meter op dit moment opgesteld jouw kant op. Maar ik heb ook hier het een en ander aan de audio wat veranderd. Hè. Even wat andere apparaatjes eruit geviesd. En even een andere stereocoder. De stereocoder aan deze kant is een Philips PM6450 uit 1964. Geheel origineel, rookvrij, krasvrij. En die staat op dit moment op de zender. Hè. En ja, de kwaliteit van die coder is nog steeds ongenaakbaar. Hè. Daar kan geen Orban of wat dan ook tegenop. Dus. Coder al 25 jaar in mijn... Momenteel zit ik weer te ontvangen met een oude Pioneer hier. Dus de oude die staat nog steeds elders. De zender Trends FM, mocht je dit bezijden signaal meekrijgen, zet voor jou aan de band. Dynex. Goedenavond Simon. En ook attentie, de zender Atletico vanuit Vaassen. Ook een kort moment ontvangen hier, hè. Was
Ja, we worden ingedrukt aan het bandje. Zijn de Dakota Arm nog aan je gang? Ook de slinger vanuit loop ik dus goedenavond. Ga straks ook in jouw frequentie luisteren. De Dakota, als er verder geen vraag zijn, wens ik jou verder succes met de verbindingen. Deze verbinding is gemaakt dus. Nog niet eerder met jou gewerkt. In ieder geval alvast bedankt, amateur. En succes met je verbindingen, hè. Ga je word ik even op jouw frequentie geluisterd, hè. Goedenavond, is de keizer hier miniatuur. En ik luister hem. Goeiedag. Snijvenal, nog even voor de Dakota. En ook eentje voor de Slinger. Met Bart was het, geloof ik. Bij de amateurs goed opvang hier. In de Dakota weet ik de afstemming zo niet meer van. Maar de Slinger, jij zat hier tussen de 18 en de 25 dB. Het ging aan het opereren, de Slinger. Ik heb ook geen stereo ontvangen, dus ik weet niet van meegekomen wordt. Graag tot een volgende keer en tot horens. Bye bye. Slinger vanuit Lopik. Ik heb jou prima terug ontvangen, amateur. Je hebt zelfs een piekafstemming hier van 41 dB. Toen zijn er ook weer iets weg, zitten wel iets condities in de lucht, dus. Kon jou eens tegen ontvangen hier, de Slinger. Ja, dat klopt wel eens de tweede keer dat we met elkaar gesproken hebben. En gaat weer goed, hè? Verbinding is weer gemaakt, amateur. Oh, darkness finds you on your own. Endless hours keep on rolling. De Slinger vanuit Lopik, ik bedank je ook voor de verbinding, amateur. Ook verder succes met je verbindingen vanavond. En graag tot weer horen, hè? Andere Atletico vanuit Vaassen. Schakel maar zin uit, durf ik luister een keer op jouw frequentie uit. Zal ik eens even kijken of er wat bij kan richten hier. Je hebt toen straks 36 dB hier. Een uitstekende kwaliteit, alleen nog in mono. En ik had het idee dat het een tikje harder kon, hè, die modulatie. Maar ik zal het voor eens in mijn zak bekijken, amateur. Schakel maar zin in uit, durf ik luister wel, hè. Ook de mystery vanuit Nijveral, goedenavond. Mooi dat je hem de frequentie vrijmaakt, kerel. En daar loop ik uit. Op de Slinger uit Lopik, waar riep je ook nog een keer aan, hè? Dus misschien dat je een verbinding met hem wilt maken. Dan moet je dat maar eens even doen, hè. Goed, Atletico Vaassen. Ga je gang, amateur. Ik luister nog eens even op jouw frequentie uit. Een hele goede avond. 0 seconden hier naar regelmuziek. Maar. Hier was een amateur, dat er Brits. Die was in studio staafwater vanaf de Veluwe. Bedankt voor de verwinning en graag tot de volgende keer. Ook die andere amateur op de 86 kweepelen en steken in het net. Doos ik haar uitwisseling, die was in studio staalvaarder vanaf de Veluwe. En ik ging dus in mijn boerderij van de muziek en spraak en ik vond het. Die een bloos meer mensen doen, hè. Jongens, de groetjes en tot de volgende keer, hè. Zeg. Ook al uit Sjaaltje uit ontvangen worden, amateurs. Goedenavond. Dat iets groter vermogen, die. Vermogen. Had ik eventjes 1,8 met een heel licht ruisje. Dit is Olweef, Zwijndrecht, Zuiderland. Richting Noord-Noordwest is de Olweef vraagt even om verbinding in het rapport. Goedenavond. Over en sluit hem maar. Nee.
heeft Richard wel even een beetje aan moeten passen, hè? In die 59. Hallo. Afstemming zat rond de 26% in de piek. 27%. Ik had even gekeken, een week of twee geleden hebben we elkaar ook gesproken. Toen zat jij hier rond de 34-35%. Dus ik denk dat de condities ook allemaal even wat minder zijn vanavond. Dus komt er prima uit. Verder af en toe ietsjes ruis eroverheen, maar dat mag ook, hè. Aardige bronpartij bij jou, Bart, ja. De zender Slinger, de Slinger, Bart, een goedenavond. Bart de Slinger vanuit Lopik-omgeving, hè? Ja. Het is Allwave, hè? De Allwave uit Zwijndrecht Amateur, ja. Ik heb je knetterhard ontvangen, Bart. Een 50 dB op de Sony 29. Niks van hoeven te missen, hè? Ja, een beetje brom en toestanden, dat ja, hoort erbij, hè? Dus een 50 dB ontvangen op de Sony 29 en op de Icom heb ik nog even gekeken en dan kwam je een S'je 8 aan 9 in de piek binnen, hè? Dus ja, gewoon lekker hard amateur, ja. Niet te rekken hier, hè? Nee. Goedenavond, de Slinger vanaf de Lopikwaarts. Uitstekend ontvangen hier met 31 dB in afstemming op de Sony. Dan zijn die leugens voor goed voorbij. De S505 ES, hè? En op de Airspire. De SDR uitstekend, hè? Is alles prima, prima vanaf die kant, hè? Een heel klein kraakje in, nog wel leuk als ik het zo snel hoor. Maar... ik moet zeggen, ik had mijn koptelefoon op terwijl ik aan het eten was. Ik moet even wat drinken pakken zo. Het eten is inmiddels weer op, hè? Stamp je met zo naar binnen? Ja, ik stamp het zo naar binnen, hè? Af en toe een tikje opletten voor de microfoon-audio, Bart. Hè? Je hebt af en toe iets een beetje te enthousiast, zeg maar zeggen. Hè? Ja, weet je. Zoals gezegd, 31 dB afstemming hier, Bart. Ik had gisteravond ook even geprobeerd, maar toen was je ondertussen de antenne weggedraaid. Hè? Richting Zwijndrecht. Dus. Ja, we zien even wat lokaal aan het rommelen met ze alleen de groepsapp. Dus vandaar dat we even een stukje herrie draaiden, hè. En dat was het, hoor. Baba. Nou, nog fijn in mijn oren ervan, hè. Ik vind dit wel fijner om aan te horen, hè. Zinnetje Milano even naartoe, dus voor jou, Bart. Nou, die klinkt dus niet echt. Even de Milano, dus. Milano vanaf Nijkerk of de Alexander de Bart. Die challenge zit ook tijdens het eten te luisteren naar de hits, hè? Blijf smakelijk, jongen. Jullie moet ik zeggen, denk ik, hè? Ben jij er weer voor mij? En elke week een beetje dichter. Nou, jij ging ook naar de Bruine Bonen, geloof ik. Tenminste, dat begreep ik uit je verhaal. De worteltjes. Het gaat soms anders, ja. Net de lasagne op, hè. Het leven is soms een theaterspel.
ik ook niet hebben. Ik bedank je voor de verbinding, Bart. Nee, smakelijk en zo. Nee, ik heb het eten net op. Ik zat de laatste happen naar binnen te werken toen jij zat te praten. Dus, ik moet alleen nog even drinken pakken, hè, nog steeds. Ach ja. Mis je niks te maal, Bart. Tot de volgende ronde alweer, hè. Even de Milano's in vanaf Nijkerk richting Zuidwest. En van de band even uit, hè. Als er even uit of er nog wat terugkomt van ons, gaan we QRT. We groeten Milano Nijkerk. Dag hoor. Nee, volgens mij ook niet eerder verbinding gemaakt hier. Nou, zo lang ben ik ook nog niet actief op de 3,5, maar wel eerder gehoord dat ze wel, maar voor mij is het de eerste keer de slinger. Ik ben blij dat het een beetje doorkomt daar. Het was wel een beetje wisselend, geloof ik. Het ging hier ook uitstekend. Toch in het laatste, dan zakte een beetje weg. Een beetje in de ruis, maar dat was het mooiste beeld. En ja, ging van 16e beet tot 23 en dan. De condities wisselen toch wel een beetje. Maar niks van te missen, de slinger. We zaten prima in, hè? Sprake en muziek was verder wel goed, jongen. Dat laatst ging een beetje fout, hè? Ja, het is geen topkwaliteit, maar het is prima verstaanbaar, de slinger. Dat de oude goede tijd, hè? Dat het weer aan denken. Met cassettebandjes en in mono. Ja, dat is ook wel zo'n 35 jaar geleden, nee, maar. Speel maar een jaar weer met je opgepakt, dus dat is er beter dan nu. Met dat signaal mag je niet halen, dacht ik. Momenteel een tijd en wat hier, dan staat er een medio 20 met een 7 mens. Ik ga even met grote belangstelling weer luisteren tussen de 84 en de 87,5. In ieder geval de slinger op 86,2, 28, daarbij ontvangen hier ook. Uitstekend signaaltje en ja, de modulatie dat daarvan. Het ontvangen hier ook met een SJ 9 plus 10 dB
voor de rest nog niet echt uitgeluisterd hier, dus... Maar jou ontving ik eventjes op de 86.2, hè. En een prima signaal, dus... Amateurs aan 3,5, CQ3, CQ3,5, attentie aan 3,5. Dat is even de illegaal vanaf de Europoort. Ik ga zo eens even uitluisteren hier. Tussen de 84 en de 87,5. De amateurs aan de 3,5. Kraakt toch irritant die schuif, hè? Een beetje contactspray zou geen kwaad kunnen. De amateurs aan 3,5, schakel maar in, een stukje muziek en dan ben ik even stand-by. Dit het zendertje illegaal. Dat allemaal vanaf de Europoort richting Noord-Noordoost en ik luister eens even uit, hè. Stukje muziek en dan ben ik standing by. Prik. Daar loop ik al waard. Nou, uitstekend ontvangen hier, ho. Ja, plusje 10 op... ja, ook op de AOR, hè, de 5000, ook aan deze kant, dus ik luister momenteel ook even in mono uit. Normaal gesproken heb ik er nog een tuner achter staan, voor het stereo. Dat gaat ook prima, hè. Die kraakt goed, vooral dit stukje. Schuif van die oude DR, die Discom 1, die kraakt een beetje van mijn mengpaneel. Maar goed, de slinger vanaf Lopikerwaard, ja, die wordt hier ontvangen op een 4 elements antenne. Die staat op 8 meter hoogte, dus ja, er gaat ook ongeveer 100 watt in. En dat allemaal jouw richting uit, hè. Nou, dat is een beetje een slaapverwekkend nummertje. Ja, ik zie jou ook regelmatig voorbij komen. Ik heb jou regelmatig gehoord en ja, iedere keer was je net in verbinding met iemand anders, hè. En ik dacht eigenlijk vanavond gaat hetzelfde weer gebeuren, maar... Het is toch wel leuk om elkaar een keer te spreken dan, hè, de slinger. Ik zeg het, 4 elements antennetje op 8 meter hoogte. Ontvanger is hier de AOR 5000, hetzelfde als aan die kant. Ik heb regelmatig filmpjes voorbij zien komen van jou, dus waar ik zelf ook nog bij stond. Twee, zeg maar. Met al die nieuwe fietspaden, al die nieuwe regeltjes, is dat toch eventjes zoeken af en toe, hè? Daar mag je wel op het fietspad en daar weer niet. Je wordt er helemaal niet goed van, hè? Dus iedere keer weer even oppassen geblazen. Ja, het is wel leuk op zijn oldtimertje nog even een beetje rondjes crossen, hè? Af en toe even over die eilanden heen hier, ook. Maar de slinger, het is, ja, ik zeg het, het is een constant signaal hier ook van een dikke S9 plus 10 dB. Dus zonder antenne ben ik net zo hard op die AOR als jij met antenne. Hè? Dat is wel lachen. Ja, antenne staat wel zo'n beetje die richting uit, een beetje richting Utrecht en omstreken. Ga je er ook bij schrijven hier in het grote boek? Ja. Ik had je ook nog niet eerder gesproken, vaak genoeg gehoord wat ik al zei. En ik heb al een paar keer proberen aan te roepen. Zet vanaf Utrecht door Zuid-Lima. Dat was Ruizertjes van de Lima Lotte Uitrecht. Vanaf loop ik alwaard, dus even de illegaal. Vanaf de Europoort weer even standing by. Signaaltje weer uitstekend ontvangen, totaal geen fading of niks op het signaal. Het signaal is gewoon continu S9 plus 10 dB, dus dat is, ja, is toch wel heel erg hard, moet ik zeggen. Hè?
Ik heb alweer een hoop ruis op de band, maar voor de rest ja, gaat het weer uitstekend, hè? Niks mis mee. Ja, wat betreft brommetjes, ja, daar heb ik er genoeg van gehad in het verleden. Een aantal jaren geleden een scooter aangeschaft, maar dat, nee, dat zag ik helemaal niet zitten op zo'n ding. Ik had een Chinese scooter. Maar nee, daar was ik gauw mee klaar, hè. Afgelopen jaar heb ik even een dapje gekocht, hè. Van 1974, dus... Ik moet zeggen, dat rijdt heerlijk, hè. Af en toe even een beetje rondtoeren hier, hoor. Door die polders. Nou, ik heb nog geen tank leeg gereden op een dag, hè. Nou ja, zo'n uurtje of twee uurtjes rijden op zo'n zundappie is toch wel lekker, hè. Goed de slinger, vanaf de Lopikerwaard. Nou ja, voor de rest heb ik ook weinig te liegen hier, hoor. Ik zit hier in, ja, met wat oude spullen allemaal. Ik heb nog een cd-spelertje die draait. Ja, die discom dan. Die doet het ook nog steeds, dus ja. Waarom een ander dan, hè? Ik heb hier nog twee, drie mengpaneeltjes liggen, maar... Ja, deze doet het nog best. Ik, ja... Niks mis mee eigenlijk, hè? De antenne staat wel die richting uit momenteel. Ik heb hem nog even een klein tikkeltje bij proberen te draaien, maar maakt allemaal niet zoveel uit, hè. Ja, die staan allemaal de andere kant op met de antenne, dus we zullen er wel geen last van hebben, hè. Goed, de slinger, in ieder geval even bedankt voor het eruit komen, bedankt voor het rapport. Ik geef nog even een klein CQ'tje erachteraan. Dan hoor ik niks, dan ben ik ook vertrokken aan deze kant. Hè. Ga ik er ook weer van tussen. Zeg ik, schrijf je erbij hier in het boek. Dan ja, weer eentje erbij, hè. Altijd leuk. Zeg de slinger, we gaan elkaar weer spreken, elkaar weer horen. Nog een fijne avond verder. En de groeten vanuit de Europoort, hè. Dat is even de illegaal af en uit met de slinger vanaf de Lopikerwaard. En die gaat zo nog eens even uitluisteren hier, oh. Tussen de 84 en de 87,5. Dus amateurs aan de 3,5 meter band. Dus even het zendertje illegaal in de richting Noord-Noordoost. Dus even de veldzichting, ik heb jou... Prima ontvangen amateur, hè? Maar je had een hele lijst. Dus ik weet niet of je toevallig ook over mijn frequentie heen draait, amateur. Maar ik heb jou ontvangen hier rond de 22, 27. Een piek van 30% discovery, hè. Ik had je vanavond eerder ook al even gehoord. En gisteravond heb je ook wel gehoord. Maar ik weet niet of het lukt, amateur. Want... Je hebt zoveel amateurs die je hoort of ziet dat... Maar ik denk, ik ga toch even proberen. Ik ontvang je dus prima, de Discovery amateur. Goedenavond. Dit is de Radio Veldzicht vanuit het noorden van Nederland. En het staat rond de 20, 22, 25, 27%. Een piekje van 30. Ik kwam prima door. Ik heb je vanavond eerder ook al gehoord, maar het was iets zachter. Gisteravond heb ik je ook gehoord, maar was het ook iets zachter volgens mij. Dus misschien dat er een beetje openingen zijn, ik weet het niet, maar... Dus mocht je mij toevallig ook... Vanaf Gennep, dit is de Radio Veldzicht, vanaf om en bij Dokkum in Friesland. En die vraagt ook even een rapport. Amateur, kwam prima door. Een klein stukje muzikantenamateur, want je hebt een hele rij als je dat allemaal bij moet draaien. Ik houd meestal bij één amateur, hè. Dan roepen er wel meer, maar dan ga ik er meestal niet op in, want dan wordt het met de oude veldzicht niks meer. Hè. Dan wordt een beetje één voor één hier amateur. Maar dat maakt ook niks uit, hè.
Discovery, goedenavond. Dit is Veldzicht. Prima ontvangen hier in het noorden van Nederland. Amateur in het noorden van Nederland in Friesland. Goedenavond, ik ga even luisteren. Dit is Veldzicht. De slinger uit de Lopikerwaard. Retour de BFX. Op de 84,8. Dus een goedenavond, de slinger uit Lopikerwaard. Bart van Leeuwen, ik heb je ontvangen in mono. En je drukt hier zo'n beetje 20 dB, maar ik heb de antenne naar het zuiden staan volgens mij. Dus zal hem eens even een slinger geven richting het westen. Misschien scheelt het nog een beetje, hè? Dus slinger, ik slinger de antenne even jouw kant op aan. Is nu wat beter geworden. Dus een goedenavond, de slinger retour de BFX uit de locatie Didam bij Zevenaar. En ik heb je dus ontvangen op de 86,2 in mono met 20 dB in afstemming. Zal dadelijk denk ik wel iets harder worden. Volgens mij kon jij mij ontvangen met een SJ7. Misschien is dat ook een stukje gewijzigd. Goedenavond dus, dit is de BFX voor Bart van Leeuwen. Mooi naam, hè? De slinger uit Lopikerwaard, daarbij Lopik, hè? Nou, ik hoop in ieder geval dat het sjaal nog binnenkomt. Als het goed is, de antenne heb ik iets bijgedraaid. Het is een drie-elementje. Bekijk maar eens even hoe het binnenkomt, de slinger. Ik ga luisteren een stukje van de plaat en dan ben ik weer standby. Goedenavond. De BFX voor jouw logboek. De BFX, hè. Mooi dat we sjaal, dat we elkaar een keertje gesproken hebben. Prima, Sjaan vanaf die kant. Het was toch meer, hè? Het was... Even kijken. Ja. Je was ook... Eens kijken, wat drukte je nog één keer? Hier dus, toen ik de antenne naar jou draaide, ongeveer 33 tot 36 dB. Hè? Schommelde een klein beetje, maar dat was een prima signaal, hè? Ja, echt. Dus de slinger, Bert. Retour geschakeld, de BFX. En ik dank jou voor de verbinding, hè. Mooi in ieder geval dat het binnenkomt en dat we elkaar voor het eerste keertje gesproken hebben via deze 3,5 meter band. Hè. Nou, ik ben nog vrij nieuw, hè. Was in ieder geval de BFX 84,8. Ik geef de antenne nog een draaitje richting het noorden. Misschien val ik weg, maar misschien kun je me nog wel beluisteren.